Goedemorgen allemaal. Het is vlog nummer 3 volgens mij. En uh, vandaag ga ik het hebben over oogpotloodjes aanbrengen. Ik heb al een basis opgedaan. De basis de oneffenheden verwijderd. Die kun je terugvinden in vlog nummer 1. Het enige wat ik nog moet doen is een beetje Egypte eroverheen doen. En dat ga ik dan nu doen, omdat ik nogal egaal ben nu. Goed, ik ga de ogen laten zien en dan alleen de potloodjes, dus nog niet de oogschaduwtechnieken. Want als je een leuk oogmake-upje uh, -oog wil, een simpel oogmake-upje, kun je gewoon een mooie kleur gebruiken, een beetje mascara en klaar. Dus dat ga ik laten zien. Ik ga vandaag twee kleuren laten zien. Ik moet even zo doen. Uh, de ene is paars en de ander is een beetje groen-blauwachtig. Oké, okay, ik doe eerst eventjes mijn wenkbrauwen. Want dan toont het meteen allemaal heel anders. Ook die kun je terugvinden in vlog nummer 2. Daar heb ik het gehad over de wenkbrauwen. Met poeder of met potlood. En ik teken hem even met potlood bij. Zo, dat is toch even een ander gezicht. Die zitten erop. Wat ik nog even doe is een beetje Egypt Sun over mijn oogleden. Zodat die minder vettig zijn als ik het oogpotlood doe. Op doe. Ik ga jullie nu eerst even wat vertellen over waarom je waar het oogpotlood doet. Wat we vroeger deden, in de jaren 80-90, was dat we altijd dat lijntje hier in het oog, dus op de waterlijn, helemaal zwart maakten. Lekker zwart. En dat alleen onder in je oog. Nou, wat je dan ziet, als je de foto's terug ziet, dan zie je dat je oog veel kleiner daarvan wordt. Dus, um, weet je, het is niet zo mooi als je hele kleine ogen hebt en eigenlijk je ogen juist opener wil laten lijken, dat je lekker zo op die waterlijn alleen maar een zwarte potlood uh, doet. Wat je bijvoorbeeld wel kunt doen, dat is op de waterlijn een wit potlood of een beetje zo'n crème kleurig potlood, um, om dat rode uit die waterlijn te halen, waardoor het juist wel weer wat opener lijkt. Dus dat alleen dan zou ik... Um, een potlood in het oog doen, maar als je bijvoorbeeld een smoky eye maakt of als je bijvoorbeeld van jezelf hele grote ogen hebt, kun je het wel wat makkelijker doen. Maar in mijn geval, met deze ogen, doe ik het niet, want dan kom ik niet veel beter vanuit de verf. Dan zie je ook nog wel eens dat mensen, of misschien heb je dat op een filmpje gezien, of zie je dat op foto's, juist um, een potlood doen aan de bovenkant. Aan de binnenkant, zeg maar. Dus de waterlijn binnenin. Nou, dat is sowieso een heel. Dat kriebelt altijd en het is best wel lastig om dat uh, te doen. Maar als je dat doet, dan uh, lijkt het alsof je wimpers wat voller zijn. Ik ga laten zien uh, wat het effect is om um, met een potlood in die bovenste waterlijn um, een, een uh, lijntje te trekken. Je doet iets meer dit omhoog. Even wennen om dat te doen. Maar het is wel. Je ziet wel meteen, je ziet wel meteen verschil. Dit heb ik nu met een, een bruin potlood gedaan. Dat kun je ook met een zwart potlood doen. Ik zou niet aanraden om het met een, met een lichtere kleur te doen. Of, of een kleurtje op zich. Dat zou ik, zou ik niet doen. Dan ga ik naar hetzelfde oog. En wat ik daar doe, is met het donkerpaarse potlood. Ik hou van donkerpaars. Ga ik een lijntje zetten tegen mijn wimperrand aan. Maar dan aan de bovenkant. Zeker als je groene ogen hebt, maar ik vind het met blauwe ogen en zeker met bruine ogen ook heel erg mooi om een paar spotlood te gebruiken, omdat dan daardoor de kleur van je ogen juist meer geaccentueerd wordt. Ik doe mijn ogen een beetje dicht, dus ik kijk een beetje door de spleetjes van mijn ogen en ik teken hem tegen mijn wimpers aan. En voor mijn gevoel zit ik er zeg maar in, want dan zit je goed. Het fijne van dit potlood is dat het zacht is. Dus dat je hem daarna ook heel makkelijk een beetje uit kan vagen. Dat kun je met een, een waterstaafje doen of gewoon met een kwast. Daarna droogt hij in, dus dan blijft hij heel mooi zitten. Dit is geen waterproef. Ik heb ook waterproefpotloden, maar dit zijn geen waterproefpotloden. Dus eigenlijk is dit het enige wat ik dan doe aan de bovenkant. Dan ga ik nu naar beneden. Dan pak ik hem niet in de waterlijnen. Dat, dat is natuurlijk niet zo mooi, dat had ik net verteld. Maar ik, ik zet hem er net onder. Dus net tussen de haartjes. En ik trek hem niet helemaal door naar binnen. Want dat maakt het juiste oog weer kleiner. Als je grote ogen hebt, kan het dan wel. Maar dat wil ik niet. Dus ik trek hem niet helemaal door naar de binnenkant van mijn neus. Zeg maar twee derde ongeveer. Nou, wat een verschil. Het ene oog zit erop en het andere is nog helemaal niets mee. Gedaan. En dit is het. Natuurlijk een beetje mascara erop. Een beetje nog. Gebruik ik wel zwarte mascara. Dit is mascara van Haan. Heel fijn volume mascaraatje. En dat is het. Dus in principe zie je niet meteen van: wow, die heeft een paar spotloods op. Maar um, toch geeft het uh, op een of andere manier uh, de kleur van je oog wel uh, een mooi accent. Dus um, deze kant paars met een zwarte mascara. En dan gaan we nu naar het andere oog. Het andere oog. Die ga ik dus doen met de blauw-groene. Die is sowieso ontzettend mooi um, bij blauwe ogen of bij groene ogen. En ik ga precies hetzelfde doen als wat ik net heb gedaan: en ook weer hieronder. Dat. Pak mijn kwastje. Feg hem een beetje uit. Mascara. En nou, ik kan naar buiten. Nou ja, eigenlijk niet. Want het zijn twee verschillende ogen. Maar dit is gewoon heel simpel en, um, en klaar. Dus um, denk je nou, dat moet ik ook kunnen. En ik weet zeker dat je het kan. De potloden zijn 11 euro. Dat is, dit is nummer 31. Dit is nummer 913 van Kozaar. Uh, nummer 1 is zwart, nummer 23 is bruin. En je kunt ze in de webshop bestellen of je stuurt me een appje. Als je in Broek in Waterland of omgeving woont, hoef je geen verzendkosten te betalen. En anders stuur ik het op en dan betaal je wel verzendkosten. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Tot de volgende keer. Doeg!